Hoi en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voordat we de vlog beginnen, even een huishoudelijke mededeling. In deze vlog zie je verschillende DIY pakketten voorbij komen die afgelopen tijd online zijn gekomen. Daar zie je ze me inpakken, maar ook nog dingen die gaan komen. Dus dat in deze vlog. Maar de DIY pakketten gingen de laatste tijd heel erg snel. Ondanks de grotere voorraad waren ze toch snel uitverkocht. Van een aantal pakketten heb ik nabestellingen kunnen plaatsen. Dus die kan je nu ook bestellen. En dat kan via www.uonlinebewust.nl. Ik kan geen onbeperkte voorraad aanbieden. Dus als dit op is, is het ook echt op. Dus wees er dan snel bij, mocht je nog wat willen bewachtigen. Daarnaast heb je de laatste tijd een DIY pakket gemaakt. En wil je hem graag verversen? Of misschien heb je zelf een leuk frame, maar wil je graag dezelfde bloemen bestellen als pakket? Dat is dan nu ook mogelijk. Dat staat ook online op de website. In deze vlogs komen ook weer een nieuw DIY pakketje aan bod. Meerdere soorten. Heel erg leuk met droogbloemen en budgetproof. Die kan je ook bestellen. En er zijn heel veel artikelen toegevoegd in onze webshop die ik ook in deze vlog laat zien. Dus heel veel leuks, heel veel nieuws wat je kan bestellen. Ja, wees snel weer bij, want op is op. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee en begin nu met het maken van een nieuwe DIY video. Lang geleden, dus ik heb er super veel zin in. Vind ik het leukste werk om te doen. Ik heb leuke schelpen en dat soort dingen. Een beetje pastelkleurige bloemen. Dus dat vind ik ook heel erg leuk om nu te verwerken in de zomerperiode. Dus dat ga ik doen. Ik ga lekker aan de slag. Zo, de video staat erop. Hij is echt zo onwijs leuk geworden. En echt fantastisch. Leuk voor de zomer met schelpen en zee sterren. Ik zal hem wel even in beeld brengen. Misschien is het ook online als jullie deze vlog kijken. Ik weet soms niet hoe het precies allemaal loopt met vlogs en DIY's. Ondertussen heb ik ook even mijn nagels gedaan. Wat ik echt een hekel aan heb is als ik DIY video's ga opnemen. En dan ben ik aan het editen en de video's in elkaar aan het zetten. En dan zie ik dat mijn nagels gewoon niet verzorgd zijn. En dat heb je gewoon door het werken natuurlijk met groen. Dat herkennen jullie vast wel. Maar dan is het toch altijd wel mooi als je even weer wat op de nagels hebt. Dat het in ieder geval verzorgd uitziet. En daar gebruik ik tegenwoordig een nieuw product voor. Ik kan het wel even hieronder linken. Dan kan je kijken. Is met dipping powders en zo. Is hier nu even niet belangrijk. Maar ik denk, ik wil het toch vertellen. Want oh ja, het is wel heel leuk geworden. Kijk, ik heb nu met glittertjes, maar ik gebruik heel veel kleurtjes. Ik heb toevallig ook een kortingscode. Maar dat was eigenlijk geldig op Instagram. Maar die kun je hier ook gewoon gebruiken. Of die zal ik hier ook even delen. Als je het leuk vindt. Maar ik heb dus eventjes deze opgenomen. En die kleur ook mooi bij mijn nagels. Alsof ik er wel uitgekozen heb. Kijk dan. Maar helemaal blij mee. Leuk. Dit was natuurlijk echt al 3 maanden geleden of zo dat ik weer video's heb opgenomen. Want ik heb heel veel vooruit gewerkt. Dus die video's zijn ook allemaal eerder opgenomen. Hè? Maar dit vind ik toch echt het allerleukste om te doen. Die video's opnemen. Hè? En die bloemstukken met jullie delen. Want ik weet dat jullie hier weer heel enthousiast op gaan reageren. En dan ik ook. Helemaal blij mee. Goed. Ik ga je opruimen. En dan ga ik verder. Goedemorgen, we zijn er weer. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ik neem jullie gewoon mee. Ik ga inpakken, want ik had de vlog online gezet. Met een shopblog. En er is echt heel veel besteld. Dus ja, veel meer dan ik eigenlijk had verwacht. Maar dat geeft niet. Wel leuke dingen. Heel veel frames en dat soort dingen voor in voor onder DIY pakketten. Er komen later DIY pakketten mee online. Maar je kon nu eventueel ook al los het frame bestellen. Dat kan ook altijd via www.uonlinebloemissen.nl als je het zou willen. Maar die ga ik dus vandaag inpakken. Dus gauw aan de slag. Zo, er zijn heel veel pakketten ingepakt. Maar ik ga even naar de groothandel om wat bloemen bij te halen. Dus gauw de kant op. Zo, het is ondertussen je middag en ik heb al bloemen gehaald. Die zijn binnen. Een hele mooie bloemen. Ik ben er weer helemaal blij mee. Zo leuk om weer bij een groothandel te lopen en zoveel mooie bloemen te zien.
Ik kon het ook niet laten. Ik heb weer nieuwe bloemen meegenomen voor weer nieuwe DIY pakketten. Want ik heb ook heel veel leuke ondergronden waar ik ook mee aan de slag wil gaan. Wij gaan even samen aan het werk, dus gauw aan de slag. Zoals je achter me ziet, heb ik allerlei boeketjes klaargemaakt. Er zijn meerdere op de emmer. Dus die ga ik op water zetten, zodat ze in de dozen kunnen en dat ze op de pas kunnen. Hoi, het is ondertussen, ik denk de volgende dag, misschien 2 dagen verder. Gisteravond heb ik een hele leuke DIY opgenomen. Echt, ik ben weer enthousiast. Maar dat komt omdat ik er zo lekker in zit. En ik zoveel inspiratie heb natuurlijk, omdat ik een tijdje dat niet heb gedaan. Die zal ik wel even in beeld brengen, want die is echt heel erg leuk. Ik weet niet of deze online komt, of dat die binnenkort online komt, dat die al online staat. Ik weet niet hoe het loopt, maar dan moet je maar je YouTube kanaal in de gaten houden. Ik ben nu aan het inpakken van alle zeersterren. Kijk, ik heb er genoeg. Als je afvraagt hoeveel voorraad ik aanbied. Nou ja, je kunt het zien. Veel. Ik heb hier nog meer zakken. Die ga ik zo ook inpakken. Want het was echt vanmorgen razendsnel. Hij kwam online. En binnen 1,5 uur was het pakket uitverkocht. En ik heb de voorraad heb ik alweer iets omhoog gegooid. Nadat ik het iets lager had. Iets omhoog gegooid. Omdat er zoveel vraag naar was. Ik ga nu gewoon zoveel mogelijk werk doen. En dan hoop ik dat het een heel eind komt. Zodat ik vanmiddag wat er dan over is ook nog weer online kan zetten. Zodat ik zoveel mogelijk mensen blij kan maken. Ik doe altijd mijn best. Dus mocht het snel uitverkocht zijn, ja, sorry daarvoor. Maar voor iedereen geldt, op hetzelfde moment komt het online. En ik pak zoveel mogelijk in als ik kan. Dus ik probeer zoveel mogelijk mensen blij te maken. Maar ik heb helaas maar 2 handen. Maar goed, ik ga dus gauw aan de slag. Want dan kan ik nog weer zoveel mogelijk mensen blij maken. En kijk, toch nog een beetje vakantie met die zeersterren. Geeft wel een beetje vakantiegevoel. Match is ook leuk. Goed, gauw aan de slag. Goedemorgen, het is nog mooi op tijd. Volgens mij 8 uur of zo. Ik heb al veel werk verzet en ik ga het nu allemaal even op water zetten. Zodat het in de dozen kan. Hier staat nog weer een ander DIY pakket. Die ook op de post gaat. Dus ja, lekker aan de slag en gauw bezig. Ik heb er weer zin in. De bloemen zijn weer echt prachtig. Ik word elke keer zo blij als ik bij de groothandel kom. En ik zulke mooie bloemen zie voor mijn DIY pakket wat ik heb besteld. Helemaal naar wens. Ze zijn ook echt, jongens, kijk dan. Het zijn net allemaal bruidsboeketjes wat hier achter me staan.
En het is nog lang niet alles, dus ik ga straks nog meer maken. Maar ik zet eerst deze op water, doe ik in dozen, print ik de labels uit en dan de volgende vracht. Dus gauw aan de slag. Zo, de emmers zijn weer leeg, dus het is tijd om weer nieuw voorraad te maken. Dus ik ga weer nieuwe bosjes bij elkaar zoeken. Zo, alle pakketten zijn klaar voor vandaag. Ik ga ze in de auto zetten en wegbrengen naar het postpunt. En dan ga ik gelijk door naar de groothandel. Want ik ga allerlei leuke dingen inkopen als vlinders weer en leuke bijmaterialen, schelpen. Ja, eigenlijk van alles. En ik word geroepen, hoor ik. Dus ik ga gauw inladen en dan die kant. Zo, het is ondertussen al middag en ik heb een hele drukke planning om vandaag gehad. Maar het is allemaal gelukt. Gisteravond ben ik naar de groothandel geweest en ik heb heel veel leuke dingen gekocht. Leuke vlindertjes, schelpen, heel veel bijmaterialen en broekschikmaterialen. Komt binnenkort, want ik ga er even aparte video over opnemen. Want het is zo enorm veel. Ook al dingetjes voor herfst, heel erg leuk. En wat mooie frames, wat mooie decoratie, echt van alles. Vanmorgen heb ik nog twee pallets opgehaald. Met frames en ondergronden voor DIY pakketten. Ook heel erg tof. Ik heb rekening gehouden met een extra grote voorraad. Dus daar binnenkort mee aan de slag. Nu heb ik hier wat oudere Hortensia die een beetje slap is gehangen. Of die niet goed op water heeft gestaan. En ik ga hem eventjes opnieuw aansnijden. En ik ga er een beetje floral life bij in doen. Dat ga ik jullie laten zien. En dan gaan we over een tijdje even kijken hoe er dan bij staat. Want Hortensia's, als die slap hangen, dat kan bijvoorbeeld door vervoeren. Of ja, doordat hij net goed het water niet goed heeft opgenomen. Hè, dan denk je, oh nee, mijn Hortensia gaat dood. Maar vaak is dat niet zo. Want snijd het even aan en hij trekt het helemaal weer bij. En dat wil ik jullie even laten zien. Ik heb hier heet water in gedaan. Of tenminste, ik kan er nog wel net met mijn hand in. Maar het is wel warm. En dan heb ik hier Hortensia's. En ik heb hier de Floral Life. Hier zit op dat je ze officieel niet eens meer hoeft aan te snijden. Maar ik raad altijd aan je bloemschaar aan te snijden. Vooral als ze slap hangen. Dus dat gaan we er even in doen. Nou, en nu laat ik jullie straks even het resultaat zien. Dit is hoe het er nu uitziet en hoe mooi die straks bij trekt. Het is ondertussen de volgende dag en hij staat er weer zo bij. Super mooi sterk, alle bloemetjes zijn mooi bijgetrokken. Deze ook, kijk nou. Ziet er beter uit, hè? Dus belangrijk, goed schuin aansnijden. En ja, lauw warm water bij Hortensia's en de plantenvoeding. Je krijgt nou ook vaak de voeding bij de bestelling. Ik heb dus deze gebruikt. Je kan het ook gratis bestellen via de website. Dan kan je een zakje toevoegen, mocht je dat willen. En er staat dus op dat je de bloemen niet meer hoeft schuin aansnijden. Maar dat doe ik altijd wel, want dat is juist wel echt wel belangrijk, vind ik. Ben ik van mening. Ja, goed dat ze het bedenken, maar beter om toch aan te snijden en dit te gebruiken. En dan zie je dat de bloemen weer mooi bijtrekken. En dat geldt eigenlijk ook met roosjes en dat soort dingen. Alleen die moet je dan niet op te warm water zetten. En Hortensia's houden juist van heel warm water. Goedemorgen zonder zorgen. Zoals je kan zien, heb ik gisteren heel veel voorwerk gedaan. Heel veel doosjes staan al klaar, hoef alleen maar de bloemen bij in. Ook wel handig, want ik denk dat het vandaag niet allemaal in mijn auto gaat passen. Dus ik moet meerdere rondes rijden naar het postpunt. Ondanks dat ik een caddy heb en dat er veel in past. Maar er is gewoon zo gans veel besteld. Alleen maar leuk, dus ik ga gauw inpakken zodat ik voor de middag al de eerste ronde kan wegbrengen. En dan hoop ik vanmiddag nog twee rondes weg te kunnen brengen, zodat er zoveel mogelijk vandaag op de post gaat. Dus ja, gauw aan de slag. Ik heb de bloemen al binnen, heel veel moois. Dus ik kan weer lekker bezig.
Zo, ik heb weer heel veel nieuwe ondergronden binnengekregen. Dus ik ga gauw naar mijn schuur om die uit te pakken. Kijk. Deze knopspeltjes heb ik nieuw binnen in verschillende kleuren. Even kijken, dit is zwart, grijs, fuchsia roze. Dit is meer lila en dit is meer lichtroze. Er zit een beetje tussen lichtroze en lila in. Dan alvast voor de herfst appeltjes, al kunnen deze eigenlijk nu ook al heel erg mooi. Een beetje rode appeltjes en groene appeltjes, ook leuk. Ook heel mooi om te combineren met paars-wit bijvoorbeeld. En dit vind ik weer heel mooi met roze en rood. Dan houten paddenstoelen, ook heel leuk zijn voor de herfst. Echt geweldig, deze vind ik ook echt heel mooi met het berkenhout. En deze zijn heel leuk om in een bloemstuk te zetten. Ja, beide heel mooi natuurlijk, dus fijn met alles te combineren. En deze vind ik echt geweldig. Hier was ik echt verliefd op, want het is keramiek. Echt prachtig mooi. Kijk die, die coat wat erop zit. En dat ik hem ook in het langwerpig heb besteld. Ook heel leuk, want dan kan je gewoon twee heel verschillende bloemstukken opmaken. Beide echt prachtig. Kijk dan hoe mooi dat geglazuurd is. Het jute touw was een tijdje uitverkocht in onze webshop. We hebben ze weer. Bruin en groen, ook heel mooi voor de afwerking. En ook wat dikke touw. Ook echt heel erg mooi. Kijk hoe mooi het is. Heel handig voor schroeven. En dat is dit voor ook heel erg handig. Dan hebben we deze prachtige schelpen weer. Ik heb ze al eerder gebruikt in de DIY-pakketten. Kan je nou ook bestellen. Dan deze prachtige vlinders. Ik heb deze al eerder gehad en toen kon je ze per 3 bestellen. En nu heb ik voor deze verpakking. Die is altijd leuk, want dan zijn ze gewoon veel leuk geprijsd. En dat geldt ook voor deze prachtige vlindertjes. Heel erg leuk. Lekker zomers. Ook heel leuk om te combineren zo samen in een bloemstuk. En hier voor me staat weer een pallet met heel veel industriële frames. Veel verschillende soorten. Maar daarvan komt een aparte video van online. Omdat het zoveel is. En ja, toch leuk om even apart te doen. Dus dat zien jullie later. En ik hoop dat jullie het allemaal weer mooie artikelen vinden. Ik vind ze in ieder geval super tof. Er komt nog veel meer moois aan, ook richting de herfst. Er staat weer volop nieuwe leveringen gepland. Dus ik heb er helemaal weer zin in. Om jullie zoveel mogelijk te laten zien en regelmatig weer nieuwe dingen toe te voegen aan onze webshop. Dus houd het vooral in de gaten en hou hier YouTube in de gaten. Hey, ik ben even bezig in mijn werkplek, want ik heb heel veel verschillende leuke droogbloempakketjes gemaakt. Er zijn heel veel enkele stuks van en daarom had ik het even hier in de vlog verwerk. Maar je kan er wel heel veel leuks mee maken en dat laat ik dus allemaal zien. Echt heel veel verschillende dingen, ook glas en dat soort dingen. Dus ik zou zeggen, kijk zelf mee. Je kan het bestellen via www.uonlinebloemist.nl. En het zijn echt heel veel enkele pakketten, dus dat moet ik wel even bij zeggen. Op is op en vandaar dat ik geen aparte video van maak met een DIY pakket. Maar ze zijn wel te leuk om die te delen, dus ik denk ik combineer het even en bestel ze.
De droogbloem DIY-pakketje staan online. Je kan ze weer bestellen. Het is een wat langere vlog geworden. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om te zien. Laat hier vooral weten of je hem ook te lang vindt. Of dat je denkt, oh nee, het kan wel niet lang genoeg. Of het is prima zo. Ik ben ook benieuwd wat je van de nieuwe artikelen vindt. Wat je graag zou willen zien richting de herfst. Of waar je graag een DIY-pakket mee wil zien. Laat hieronder weten. En wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zien we de volgende keer weer. Doeg!